Hi, goedemiddag. Welkom aan mijn eettafel. Half de keuken, half de kattenbak. Ik moet vegen en dweilen, zoals je ziet. Ik heb hier een doos. En daar zitten alle spullen in die ik in maart geprobeerd heb. Ik ben er een beetje laat mee, maar goed. En die gaan we doornemen. Allereerst heb ik de... Ik doe even de bril op. Dan kan ik ook lezen wat ik doe. De Mora Loose Setting Powder. Smooth Matte Finish. In de roze kleur. Deze blijft sowieso. Hè, want ik heb ook gedeklatterd. Maar deze blijft sowieso dus nieuw. Dit is wel... Ja, oké. Okay. Ik moet het nog verder uitproberen, maar oké. Okay. Dan heb ik de Essence Harley Quinn Poeder. Dat is de licht roze. Dat vind ik een hele mooie poeder. Vind ik de mooiste roze kleur. Zo heel licht roze. Ik weet niet of je het kan zien. Maar deze is bijvoorbeeld donkerder. En die andere is ook donkerder. Deze set wat minder goed. Maar het is wel... Ik moet het nog even verder uitproberen. Dan heb ik de Douglas Invisible Blotting Powder. Mattifying and Blurring. Die moet ik ook nog verder uitproberen. Maar het is een losse poeder en blijft. En dan heb ik de Revolution Cherry Bake Poeder. Los Baking Powder. Die blijft ook. Dat is ook een roze. Met zo'n heel leuk klein hartje. Schattig. Maar die blijft ook. Als jullie wat horen piepen. Mijn vaatwasser is net klaar. Ja, het rode lampje is uit. Even een slokje koffie. Dit doet hij een aantal keer om te laten weten dat hij klaar is. Ik heb de Kruidvat Original Neusstrips geprobeerd. De charcoal versie. Diep reinigend staat er. Ja, het is een neusstrip. En ik heb hem opgedaan en er kwam eigenlijk niks uit mijn neus. En ik doe dit niet met heel veel regelmaat. Ik maak ze op en dan koop ik ze denk ik niet nog een keer. Wat ik ook van Kruidvat heb geprobeerd, maar één keer moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het één keer geprobeerd. Is de Lash and Brow Color in Brown. Heb ik een keer geprobeerd om mijn wenkbrauwen mee te verven. Er kwam niet heel veel kleur van af. Maar eerlijkheid gebied, ik heb het maar één keer geprobeerd. Dus die ga ik nog wel verder uittesten. En daar kom ik dan nog wel een keer op terug. Want deze, ja, dat... Wat kan ik zeggen van één keer, zeg maar? Nou, die hoeven niet daarin. Dan heb ik natuurlijk de Silk Skin Luminous Serum Foundation van Revolution geprobeerd in de kleur F3. Ja, dit is een blijvertje. Absoluut. Absoluut een blijvertje. Daarmee heb ik ook geprobeerd de Revolution Hydra Bubble Primer. Ja, dit is net een beetje als zo'n jelly grip-achtige primer. Of die heel erg gript, weet ik niet. Maar het komt ook een beetje roze uit. Ja, het plakt een klein beetje. Niet overdreven. Maar het is een fijne primer. Het voelt fijn aan. Dan heb ik de Blush Bomb geprobeerd. Ja, een 9 denk ik. Ik vind hem heel fijn, heel leuk. En dan heb ik van Revolution de Sweet Bombs. Dat zijn deze glossjes. Die hebben van die diamantjes erop. En dit is de kleur Strawberry Swirl Nude. Dat is deze hele lichte. En, oh, het is allebei Strawberry Swirl Nude. Oh, het is dezelfde kleur. Heel fijn. In mijn Douglas haul had ik ook een blush. Dit is de poederblush in Gloriosa. Dit is dan een beetje, ja, oranjeachtig, peachy-achtig.
mooie blus. Niet dat je denkt, woehoe, blus, maar een mooie blus. En ik had de losse oogschaduw in Toffee Twist. Dat is een matte, losse oogschaduw. En deze vind ik heel mooi, hele mooie basiskleur. Daarbij had ik ook de Douglas Skin Perfector BB Cream geprobeerd. Illuminating, Moisturizing en Unifying BB Cream. Dit is niet mijn eigen bril, dus daar laat ik het dan nooit kan zien. In de kleur 1 Light. Ja, hij is heel glowy. Ik moet dit echt afpoederen, maar het is een fijn product. Zeker waard om het op te maken. Dan heb ik de Revolution Diamond Glow. En dit is dan toch echt een highlighter. En ik heb de Mora Dream Light Highlighter in de kleur 01. En dit zijn geen boom highlighters, maar prima voor mij. Wat ik ook heb, is de Milani, ja, hoe heet dit? De Stay Put Liquid Lipstick in 120. Mooie kleur, zit redelijk lang bij mij. En ik heb nog een Essence stick gekocht, een slim stick. En dit is de kleur 102 Over the Nude. Dus die hebben we geprobeerd. Dan had ik van Milani de Cheek Kiss bronzer geprobeerd in 110 Matte Honey. Dit is een cream bronzer. Ja, en het is echt een heel fijn product. Echt, echt heel fijn. Dan had ik van Mora ook de Mora at Glance Shadow Stick 3-in-1 Prime Define and Highlight in de kleur 05 Cashmere Rose. Dat is deze stick. Oh, hij geeft nu wel kleur af. Ik vind hem een beetje licht. Maar dat valt nu wel mee. Misschien moest hij even opwarmen. Was niet helemaal overdonderd. En dan heb ik de Lasting Priming Cream Shadow van Moira gekocht. In de kleur 03 Rose Sand. En dit is een 2-in-1 primer en shadow pot. Dat is deze. En dan is dit de kleur. En dan is het deze kleur. Mooie kleur. Voorzichtig als je hem opdoet, want het komt heel gauw dik op je oogleden terecht. Dan heb ik nog twee dingetjes. Ik heb ergens bij, ik weet niet meer wat, kon ik zo'n proefje kiezen, zeg maar. Dat zal wel bij de Douglas geweest zijn of iets dergelijks. Dus ik had een proefje gevraagd van de Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up Lashes. Nou, deze. Ik hou gewoon niet van dit soort borsteltjes. Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat ik ervan vond. Ik ga hem nog wel verder proberen. En ik kreeg laatst van de Issy Paris, ik denk dat dat nog, het was een reclame, het is geen PR, hè? Dat krijg ik niet. Het was een reclame en ik wilde dit heel graag proberen. En toen kreeg ik er een luxe sample van, noemen ze dat. En toen was ik daar heel blij mee, heel blij mee. De Huda One Coat Wow mascara. Ook met kunststof borsteltjes, haartjes. Ik vind het niet one coat wow. Ik ga hem opmaken. Maar ik vind het niet one coat wow. Zo. Dit waren alle nieuwe in maart. April wou ik zeggen. In maart geprobeerde producten. Ik vond het dus een veegje, geef mijn hand schoon.
Ken je ze? Heb je? Wat ik ook nog heb geprobeerd van Revolution. En ik laat deze, dus de blush balm zien. Maar het was een lipproduct. Het was de pauwtint of zoiets. Maar die heb ik nog boven staan. Maar die vind ik ook fijn. Mooie kleur. Ik zal hem later in de video nog wel een keer. Zal ik er de nadruk op leggen. En dat dit daar toch dezelfde kleur is. Maar dat lijkt toch helemaal niet zo. Strawberry Swirl Nude. Ja, ik heb gewoon twee keer dezelfde kleur gekocht. Ja, als je zo kijkt, dan lijken ze wel dezelfde kleur. Nou ja, goed. Heb jij deze producten? Ken je deze producten? Heb je ze geprobeerd? Heb je ze gekocht? En dan hoop ik niet dat ik je adviseer om op mijn advies allerlei shit te gaan kopen wat je niet kan betalen. Heb je het niet nodig? Kan je het op dat moment niet missen? Niet betalen. Niet doen dan. Gewoon niet doen. Zo. Ja, nou wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Duimpje omhoog en laat een leuk berichtje achter. Doei, dankjewel voor het kijken. Doei.